Agribank-directeur moet pensioen terugstorten. Zo luidt de kop van een krantenbericht vandaag. In reactie daarop zegt directeur Jim Boussaid dat dit een tendentieus of negatief bericht is. Wat volgens hem speelt is dat de commissarissen, Parmisser en Doekie van de RVC, vonden dat hij onterecht pensioen ontvangt terwijl zijn dienstbetrekking verlengd is. Om dit goed te onderzoeken heeft de directie advies ingewonnen bij twee juridische kantoren. Koster-advocaten van de heer Narendorp en Harms Consultancy. En beide hebben aangegeven dat het standpunt van de remuneratiecommissie dat onjuist is. En dat standpunt is ook overgenomen door de hele raad. Dus ik betreur dat, laten we zeggen, vanuit de raad van commissarissen, delen daarvan, dit bericht naar buiten is gebracht met de kennelijke doelstelling om mee te bekladden. En dat is jammer dat het zo loopt. Ik heb de president-commissaris al gebeld om te vragen om een statement te maken dat dit onjuist is. Ik betreur ook overigens hoor dat journalisten zulke belangrijke informatie overnemen zonder weerwoord. Het is namelijk zo dus dat de Raad van Commissarissen niks te zeggen heeft over mijn relatie met het pensioenfonds. Het pensioenfonds is onafhankelijk. Niet waar, je bent deelnemer, je betaalt je premie en krijgt een ding. Waar zij zich mee bezig moeten houden zijn de arbeidsvoorwaarden van mij als directeur hier in dienst van de vennootschap. Said zei verder dat hij de afgelopen 2 jaar een goedkopere kracht was voor de bank, omdat de pensioenpremie niet doorbetaald hoefde te worden. Hij wijst erop dat deze kwestie ook kort besproken is op de algemene vergadering van aandeelhouders gisteren. Said benadrukt dat op de vergadering helemaal niet is geëist dat hij de ontvangen pensioengelden terug moet storten. Helemaal niet, het is absoluut niet aan de orde. Het is absoluut niet aan de orde. En de raad staat er ook niet achter. Het zijn twee commissarissen die daar vanwege volstrekte onbekendheid met deze materie daarvoor zitten te lobbyen en stemming zitten te maken. En dat is betreurenswaardig. Want gisteren was er ook een hele heisa als het ware over uw pensionering. U heeft toen kort aangegeven, u gaat wel met pensioen, maar niet morgen. Wanneer gaat Jim Boussaid met pensioen? Later dit jaar, over een paar maanden, dat hebben we in goed overleg met de directie en de raad van commissarissen gedaan. Het is dus niet zo dat ik onder druk met pensioen ga. Ik wil het zelf ook. Ik moet de jongeren kansen geven en ik heb nog, laten we zeggen, andere dingen te doen in dit land en ik wil die dingen graag gaan doen. Dus de commotie is ontstaan nadat er een brief is gestuurd door de minister van Financiën. Hij had dat liever niet hoeven te doen. Het was beter als hij het niet had gedaan. Maar uiteindelijk hebben wij door middel van goed overleg die zaak zo kunnen oplossen. Hagerenbank-directeur Jim Boussaid. In de brief van de minister van Financiën stond dat Boussaid met ontslag moest gaan, nog voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Het is voor Boussaid nog niet duidelijk wie zijn opvolger wordt. Volgens hem zal die beslissing genomen worden, nog voordat hij weggaat. De bankdirecteur zegt dat hij met een goed gevoel weggaat. Ook voorziet hij een goede toekomst voor de bank. Hij benadrukt dat er nog steeds vertrouwen is in de bank en dat moet ook zo blijven.